kijken naar deze video waarin ik jullie meeneem naar mijn stagebedrijf. Ik heb stage gelopen bij melkveebedrijf Ambekeer Go van de familie Kool. Dit is gelegen in Svendborg, ook wel in Denemarken. Het is een melkveebedrijf met 1400 melkkoeien en bijbehorend jongvee. Daarbij is 900 hectare land in gebruik van een gedeelte akkerbouw. Ik wil de familie Kool heel erg bedanken voor deze fijne stage en hun gastvrijheid. De melkkoeien worden gehouden in 9 verschillende groepen, ingedeeld op leeftijd en lactatiestadium. Hierbij bestaat elke groep uit ongeveer 160 melkkoeien. Deze melkkoeien hebben als boksbedekking zand in de boksen wat elke 10 dagen wordt ingestrooid. Zand draagt bij aan weinig bacteriegroei, geeft verkoeling in de zomer en zorgt voor een stroeve vloer. De melkveestal heeft een dichte vloer om op die manier de ammoniakenergie terug te brengen. De dichte vloer wordt 2 keer per dag schoongeschoven, waarbij de mest in een deel zand in de put terechtkomt, waar het vervolgens wordt gescheiden. Het zand kan dan worden hergebruikt voor de boksbedekking van de melkkoeien. De droge koeien zijn ingedeeld in 2 groepen, de va-off en de close-up groep. 2 weken voor het droogzetten worden ze bekapt en gevaccineerd. Daarnaast wordt er van elke koe een CMT-melktest afgenomen om te bepalen of de koe met of zonder antibiotica kan worden drooggezet. Wanneer de droge koeien in de va-off groep zitten, zorgt de ondernemer ervoor dat het rantsoen wordt verzuurd, waardoor de pH van het bloed en de urine daalt. Hiermee wordt de kans op melkziekte tijdens en na afkalven verkleind. 2 weken voor afkalven komen de droge koeien in de close-up groep. Hier lopen ze in een groot stro waar ook het afkalven zal plaatsvinden en wat voor minder stress leidt. Wanneer er een koe heeft gekalfd, wordt ze gemolken door middel van een mini-melker en wordt de bies gelijk verstrekt aan de kalf. Daarnaast krijgt de koe een calciumbolus om de kans op melkziekte nog verder te verkleinen. Daarna wordt de verse koe verhuisd naar de verse koeiengroep waar ze gemiddeld 15 tot 20 dagen verblijven om daarna naar de passende groep in de melkveestal te gaan. Bij het pasgeboren kalf wordt er gekeken of het een Jersey kalf is of niet. Jersey kalveren gaan naar de kalven iglo's en de andere kalveren als Belgisch blauw gaan in grote groepshokken om op die manier de kalveren goed te scheiden. De kalveren krijgen 2 keer per dag 4 liter melk gevoerd, waarna de spenemmers worden gevuld met suikerwater en bepaalde mineralen. Na de kalven iglo's gaan de kalveren naar de groepshokken waar ze na verloop van tijd worden gespeend. De kalveren blijven tot een leeftijd van 7 maanden in de strohakken, waarna ze naar de jongveestal gaan met lichtboeksel. In deze stal wordt het jongvee op een leeftijd van 13 maanden geïnsemineerd. De melkkoeien worden 42 dagen na afkalven geïnsemineerd, waarvan gemiddeld 93% wordt geïnsemineerd met Belgisch blauw of wordt ingezet om een embryo te dragen. Bij de andere 17% wordt eerst de embryo nodig, tweede inseminatie gebruikt gemaakt voor gezetsperma. De tochtigheid voor zowel de melkkoe als het jongvee wordt geregistreerd door een stappenteller. Deze staat ook in verbinding met de melkstal om de koeien gemakkelijk te kunnen uitsorteren. De pinken worden indien nodig 3 keer geïnsemineerd. Wanneer deze niet drachtig worden, gaan ze naar een natuurgebied waar ze worden gedekt door een wakkerstier. Deze kruisingkalveren worden geslacht bij een leeftijd van 24 maanden. Tot die tijd lopen ze van april tot oktober in een natuurgebied. De koeien worden gemolken in een 50-stands carousel buitenmelken waarbij er gemiddeld per melkbeurt 4,5 uur wordt gemolken. De gemiddelde dagproductie is 26 liter met 5,20% vet en 4% eiwit. Achter de melkstal is genoeg wachtruimte voor minstens 160 melkkoeien, wat wordt aangedreven door je opdrijver. De zieke koeien lopen in een apart stro. Hier kan goed toezicht worden gehouden op de groep en zijn er korte looplijnen naar de melkstal. Bij het voeren van de koeien is er voor bijna elke groep een ander rantsoen, aangepast op leeftijd en lactatiestadium. Het voeren van de groepen gebeurt wanneer de betreffende groep in de melkstal staat, zodat de koeien na het melken gelijk naar het voerrek komen. Dit draagt bij aan een goede uiengezondheid. Op dit bedrijf is 900 hectare grond in gebruik waar verschillende gewassen als mais, luzerne, koolzaad, hondengras, raaigras, spinazie, tarwe en gerst wordt geteeld. Tijdens mijn stage heb ik naast de koeien ook mee mogen kijken bij het oogsten en het inkuilproces van luzerne en bij het dorsen van rijgras. Daarnaast heb ik ook mee mogen helpen bij de landwerkzaamheden omtrent het maken en het ophalen van balen hooi en stro. Daarnaast is er een biogasinstallatie aanwezig op het bedrijf waar verschillende grondstoffen voor worden aangevoerd.
Deze biogasinstallatie zorgt voor 20.000 kuub gas per dag. Tijdens de stage zijn we met 3 koeien naar de keuring in Riebe geweest, waar we verschillende prijzen hebben gewonnen. Ik wil de familie Kool bedanken voor deze fijne stage en jullie bedanken voor het kijken. Tot de volgende keer. Doei doei!